Ja, Jan. Ja, Leo. Druk aan het plakken bij de gemeentewerf in Aalten. En het is binnenkort weer gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Hoeveel van deze borden gaan jullie straks neerhangen? Nou, ik heb net begrepen van Koolsteen dat er 13 stelletjes komt van 3 borden naast elkaar op 13 plaatsen in de gemeente Aalten. Die wordt gezet door de mensen van de gemeente. Daarnaast gaan we hier zelf als CDA natuurlijk op borden rondzetten de hele gemeente Aalten Dinxperlo deur. Maar er wordt er een aantal meer dan 13. Wat zijn jullie verwachtingen van de verkiezingen? Oh, we hebben best wel, hoog gespannen verwachtingen. We hebben een enorme mooie lijst gemaakt in mijn beleven. Met mensen op wie het allerlei sterke punten hebt, bepaalde onderdelen. En dat vinden we toch wel heel belangrijk dat we echt goede mensen gevonden hebben. Dus je bent eigenlijk heel enthousiast over onze lijst. Ja. Hoeveel zetels denken jullie te halen straks in de raad? Hetzelfde aantal? Of? Dat durf ik niet helemaal niet. Nee, ik durf echt niks van te zeggen. Maar je hoopt toch wel ergens op? Natuurlijk hoop je ergens op, maar goed, zat. Ja. Het liefst minimaal het aantal wat je ook hebt. Dus gewoon vanuit. Maar daarom, je doet het beste ervoor. Ja. En wie denkt dat je hele goede kandidaten die dat kunt doen? En ik vind eigenlijk ook dat het best mooi is gebeurd de afgelopen tijd. Ook door de mensen van het CDA. Ik vind het toch wel heel belangrijk. Mensen midden in de samenleving toren allerlei activiteiten oppakt en heel veel het doet voor de gemeente. Maar daarvoor vind ik dat het uiteindelijk geeft. Het gaat uiteindelijk over hoe de mensen, de burgers in de gemeente, hoe die belangen behartigen. Dat vind ik belangrijk. Jan, bedankt. Jo. En plak ze. Ja, dankjewel. Oh. Ja, ik Leo. Het was niet zo bedoeling om dat met de voeten op te gaan staan. Ja, maar ik zie geen foto, Johan. Nee, maar ik zet er mijn nummer op, dus dat kan toch in orde, hè? Ja, maar weet wat ook voor inhoud, hè? Niet zozeer voor persoon. Precies. Inhoud is veel belangrijker. Wat zeg je, Gerbert, waarom geen persoon erop? Weet gewoon voor de inhoud. Ja. De inhoud van onze partij, dat is het belangrijkste. En de persoon die vind je wat minder belangrijk? Want jullie doen het zo belangrijk. De persoon die draagt dat uit. Jullie doen het met z'n allen, hè? Ik begrijp. Ja. We hebben gewoon lokaal voor de gemeente Aalten. In Veldhuizen, we hebben de afspraak, als je het tenminste goed vindt, dat we elkaar bij de voorrang noemen. Graag, Leo. De VVD Lokaal van Belang. We zitten hier in de ruimte van de gemeentewerf, want vanmorgen is de stad gegeven van de plakdag, zo noemen we dat in Aalten. Ja. Hoe vind je dat idee, de plakdag? Nou, dat is een goed idee. Anders hadden we dus met alle partijen overal langs de borden moeten gaan, overal langs de kernen. En ja, ook uit milieu-oogpunt is het gewoon een goede zaak dat het gecentraliseerd is hier bij de gemeentewerf. De gemeente het voortouw genomen heeft om deze borden hier te kunnen plakken. Zonder meer is het praktisch en we zijn er dik over tevreden. En de faciliteiten door de gemeente zijn ook goed te noemen, moet ik zeggen. Met koffie erbij. Ja, lokaal van belang, dat is de slogan van jullie verkiezingspartij. Inderdaad, ja. Kun je daar wat over vertellen? Jawel, kijk, we zijn een landelijke volkspartij voor vrijheid en democratie en daar zijn we best wel trots op. Alleen door momenteel het overheidsbeleid, we noemen alleen het punt van de accijnzen, dat we zeggen van daar vinden wij te weinig gehoor in het Haagse. En dat vinden we bijzonder jammer. We hebben er ook aandacht aan besteed om te zeggen van de lokale economie, maar ook de lokale mensen zoals pomphouders, winkeliers, willen we graag op hun winkel kunnen bedienen. En juist omdat wij te veel afstand ervaren tussen Den Haag en de grensstreek, hebben wij gemeend in te moeten zetten op lokaal van belang. Wij willen graag de werkgelegenheid hier behouden, CQ verder uitbreiden en dan is het gewoon noodzaak dat we zeggen van we willen lokaal de puntjes op de i zetten. Vandaar deze slogan. Ja, 19 maart zijn de verkiezingen. Wat zijn jullie verwachtingen van de VVD Aalten Dinxperlo? Nou, als ik terugkijk op de afgelopen 4 jaar, denk ik dat we het beslist niet slecht gedaan hebben. We hebben goed gezorgd dat de financiën op orde zijn.
Er zijn zaken geregeld richting zorg. We willen de participatiewetgeving en de WMO goed uitdragen. We denken ook dat de komende vier dat noodzakelijk is. Het zijn de speerpunten van de zorg in deze regio en die willen we goed uitdragen. Daar hebben we ook goede ideeën over. De participatiewet aan zich vind ik, de uitgangspunten zijn gewoon goed. Alleen de uitwerking, ja, die zal het nodige van ons gaan vragen. En zodoende willen we daar ook met goede mensen inzetten om beleid te maken voor de komende vier jaar. Ja, dat betekent dat jullie weer graag mee willen doen in een coalitie met CDA en gemeentebelangen. Afgelopen vier jaar hebben we met de coalitie en net wat je zegt met CDA en gemeentebelangen best het nodige weten te bereiken. Daar zijn we best wel trots op. De sfeer en de verhoudingen zijn gewoon goed geweest afgelopen vier jaar. Er zijn best wel wat puntjes geweest waar we het onderling niet over eens waren. Dat is ook wel breed uitgemeten geweest in de kranten. Maar op zich zeg ik van voor het beleid en de belangen voor de gemeente Aalten, denk ik dat we het goed gedaan hebben. Ja, zijn jullie ook weer van plan om een wethouder te leveren? Als het ons gevraagd zou worden en we komen in zo'n situatie, dan willen we kijken bij welke portefeuille de meest ervaren goede wethouder erbij zou kunnen passen. Heb jij daar ambities voor? In eerste instantie zeg ik van, we hebben hele goede mensen in onze club zitten die daar heel goed in zijn en we kijken gewoon wie het beste erbij gaat passen. Om te zeggen van, dat ik daar helemaal voor in ben voor het wethouderschap, dat wil ik nog niet direct zeggen. Maar wij willen gewoon kijken bij welke portefeuille welke beste mensen erbij passen. Ja, want ik vraag dat gewoon omdat jij nu nummer 1 staat op de VVD-lijst. En waarom sta je nummer 1? Dat is eigenlijk door het bestuur van het VVD gebeurd. En ik ben er ook best wel blij om. Er is een goede samenspraak met Johan Theos, onze wethouder, gegaan. Die is vorige keer lijsttrekker geweest. Die heeft gezegd van, ik wil een tandje terugschakelen daarin. En zodoende is gevraagd of ik dat wilde doen. En ik doe dat met verve. Ik wil het ook graag uitdragen, de boodschap van de VVD Aalten. Om nog een keer te vlammen en dat we in de komende verkiezingen daar goed mee wegkomen. Dat raadslidmaatschap, mensen hebben daar geen idee van. Hoeveel uur per week kost dat nu? Nou ja, zo ben ik zelf ook in de gemeenteraad gekomen. Als, stelt niet zo gek veel voor, de tijd valt wel mee. Maar wil je het goed doen, je wilt je inlezen in de problematiek, dan gaat er best wel meer tijd in zitten. Plus dat wij ook de nodige vragen ook van burgers krijgen en bedrijfsleven. Die willen wij ook als VVD keurig willen behandelen. Als ik een inschatting maak, denk dat we toch minimaal 10 uur in de week gemiddeld mee kwijt zijn. Was het moeilijk om de lijst dit jaar compleet te krijgen voor de VVD? Afgelopen periode, we hebben de lijst eigenlijk in no time kunnen vaststellen. Alle kandidaten zijn super enthousiast, willen eigenlijk allemaal meedoen. De ene in meer of de mindere mate, maar de mensen die op de lijst staan, willen graag meedoen voor de VVD-boodschap. Martin, waarom moeten de mensen straks gaan stemmen? Want ik hoor dat het opkomstpercentage zal dit jaar laag zijn. Ja, er wordt zelfs vanuit gegaan, wat ik uit de statistieken hoor, dat het wel eens de laagste van allemaal kon worden. Betreur ik zeer, want de belangen zijn best wel groot ten aanzien van WMO-zorg. Het gaat de helft van onze begroting uitmaken. Dan zeg ik van ja, het is wel voor de lokale gemeenschap van belang wat er dus op het gemeentehuis gebeurt. En daarom hoop ik ook dat iedereen toch gaat stemmen op de partij waar hij het beste bij thuis voelt. En als het even kan, ja, zou hun voorkeur willen uitspreken natuurlijk voor onze partij. Ja, dat snap ik. Dus gewoon heel belangrijk, 19 maart naar stembus. Absoluut. En zodoende hebben we onze lijst ook zo samengesteld dat wij met ervaren mensen gaan werken, juist voor de komende vier jaar. Er is ook een groep jongeren die zich momenteel bij ons aangesloten heeft. Die willen wij komende periode, raadsperiode, opleiden. Ze krijgen gratis opleiding van ons, omdat wij het stokje dan met ervaren mensen kunnen doorzetten. En daar gaan we voor. Martin, bedankt voor het interview. Graag gedaan en 19 maart stemmen. Gaan we beginnen? Goedemorgen Petra Hoezen. Ik zie staan PVDA, dat staat voor Partij van de Arbeid. Die 5, wat betekent dat? Lijst 5. Lijst 5. Ja, dat betekent dat we op de 5 na grootste partij zijn van Aalten.
Ja, jij bent de nieuwe fractievoorzitter. Ja. Waarom interesseert de politiek jou zo? Omdat ik het gewoon heel erg leuk vind om over dingen mee te praten, mee te denken, mensen te ontmoeten, dingen te zien. Ik vind het gewoon heel erg leuk en het is ook nog wel een stukje idealisme, ook om mijn steentje bij te dragen aan een betere, nou ja, samenleving eigenlijk. Vooral niet klagen en aan de zijlijn blijven staan, maar dan ook je eigen handschoenen oppakken. Hoe lang ben je nu al raadslid voor de Partij van de Arbeid? 4 jaar. 4 jaar? Ja, sinds 2010. Nou, en je wilt ermee doorgaan, want je bent nu zelfs fractievoorzitter geworden. Ja. Lijsttrekker, hè? Fractievoorzitter nog niet. Maar... Nee, lijsttrekker, ja. Jong en dynamisch, wat moet ik mij daarbij voorstellen van de Partij van de Arbeid, Aalt en Dinxperlo? Vooral dat we vooruitstrevend zijn. Dat we niet te behoudend willen zijn, dat we echt de handschoen willen oppakken. Niet te snel zeggen dat kan niet, of dat lukt niet, of daar gaan wij niet over. En dat we ook vooral willen kijken naar de toekomst. Hoe houden we de gemeente Aalten ook in de toekomst gewoon een mooi, leuk, fijn dorp om goed in te leven. Wat zijn de wensen van de Partij van de Arbeid voor de komende 4 jaar? Want daar is natuurlijk in het partijprogramma wel het een en ander over geschreven. Ja. Wat vind je heel belangrijk? Belangrijkste... Wat de komende 4 jaar toch wel gaat gebeuren, dat zijn natuurlijk toch wel die decentralisaties. Dat is natuurlijk wel redelijk abstract. Maar ja, dat moet gewoon een goede vorm krijgen. En dat betekent vooral dat wij vinden dat het persoonlijke moet. De zorg, de hulpverlening, de reïntegratie, werk. Dat vooral gekeken moet worden naar de persoon in kwestie. En dat gaan we met name doen. En verder nog heel concreet wat we in ons... verkiezingsprogramma hebben staan is rondweg Dinxperlo. Vinden we dat daar actief mee aan de slag moet worden gegaan. Wat hebben we er nog meer in staan? We vinden ook belangrijk dat de cultuurhuizen, gemeenschapshuizen, we hebben natuurlijk nu in de Pol toch wel, in Aalten de problemen met de Pol. En wij vinden ook dat toch een hele belangrijke iets is in onze gemeente, wat we vooral ook behouden moeten blijven. En dat zal de komende 4 jaar natuurlijk ook nog best een klus worden om dat soort voorzieningen gewoon te blijven behouden. Ja, dus genoeg te doen de komende 4 jaar. Ja. Dus, raadswerk, hoeveel uren gaat er nou gemiddeld per week in zitten? Het wisselt, maar ik zeg zelf, zeg ik wel 15 uur per week, denk ik. Ja. 10 tot 15 uur per week. Dat is te combineren met je huidige baan? Dat is te combineren. Maar ik moet wel toegeven dat ik een dag minder ben gaan werken, omdat het anders niet meer te combineren was. Ja. De samenwerking met andere partijen, heb je daar een idee over? Stel dat jullie in een coalitie zouden komen, met wie zou je graag dan willen samenwerken? Dat ligt nog helemaal open. Ja. Ja, nee, het is eerst aan de burgers natuurlijk om te kiezen, om te stemmen. En nou goed, aan de hand van de situatie die na 19 maart is, ja, dan gaan we natuurlijk kijken met welke partijen wij goede afspraken zouden kunnen maken. Maar de Partij van de Arbeid heeft wel zin om in een college mee te doen? Ja, we willen absoluut, wat ik al zeg, de handschoen oppakken en daarin ook zeker onze verantwoordelijkheid nemen. Dus absoluut, ja. 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 Maar goed, als het zover niet komt en we zitten in de oppositie, dan zullen we net zo actief zijn. Waarom moeten de mensen stemmen op 19 maart? Waarom is dat belangrijk? Nou, wat ik zelf zo net al zei, klagen mag. Klagen is goed zelfs, want het kan altijd beter. Het moet ook altijd beter. Maar laat dan inderdaad vooral via je stem horen wat je ervan vindt. Waar je voor gaat, waar je voor staat. En nou goed, ik hoorde gisteren ook nog iemand een oproep doen, of donderdag was dat, volg de partijen ook en laat vooral je geluid horen, want dat is wel belangrijk.